Oefenen voor het inburgeringsexamen. Kies het goede antwoord. Als je 4 van de 6 vragen goed hebt, weet je genoeg. Deze vragen gaan over Galo, Mirjam en hun dochtertje Amisha. Galo is pas in Nederland. Het is juni. Mirjam heeft een paar weken vrij van haar werk. Ze wil Galo iets van Nederland laten zien. Vraag 1. Mirjam wil eerst hun woonplaats Rotterdam laten zien. Wat kunnen ze zien in Rotterdam? A. Europoort, de grootste haven van Europa. B. De Domtoren, een grote toren. C. Het IJsselmeer, het grootste meer van Nederland. Vraag 2. Galo wil op een avond een stukje door het park lopen met Mirjam en Amisha. Hij vraagt aan Mirjam of dat kan. Het is vandaag wisselvallig weer. Het is juni. A. Nee, het is al rond 7 uur donker en het gaat zeker regenen. B. Ja, het blijft lang licht en het blijft zeker droog. C. Ja. Het blijft lang licht, maar ze kunnen het beste een paraplu meenemen. Vraag 3. Mirjam en Galo zijn christen. Ze willen naar de kerk. Op welke dag zijn alle kerken 's morgens open? A. Op vrijdag. B. Op zaterdag. C. Op zondag. Vraag 4. Mirjam en Galo willen een dagje naar Den Haag. Galo wil graag om 8 uur 's ochtends weggaan. Dan zijn ze vroeg in Den Haag. Wat zegt Mirjam, denk je? A. Om die tijd staan er misschien files in de buurt van Rotterdam en Den Haag. We kunnen beter wat later weggaan. B. Om die tijd staan er misschien files in de buurt van Rotterdam en Den Haag. We kunnen beter met de fiets gaan. Dan zijn we er binnen een half uurtje. C. Goed idee. Het is wel 3 uur rijden. Vraag 5. Mirjam en Galo kijken hoe ze moeten rijden naar Den Haag. Waar ligt Den Haag? A. In het noorden van Nederland. B. In het westen van Nederland. C. In het zuiden van Nederland.
Vraag 6. Galo wil ook zien waar het parlement van Nederland is. Kunnen ze dat zien in Den Haag? A. Nee, het parlement is in Amsterdam. B. Ja, het parlement is in Den Haag. C. Nee, ze kunnen het parlement in Rotterdam zien.